ben sprakeloos. Even nu. Nou zeg. De eerste keer dat ik zag. Dat was je ik. Daarom dan zit ik het toe. Als je nou aan toe bent, zo op te schuiven, is niet handig, hè? Is niet handig, hè? Ja, dan zeg, kom je vandaan? Ik kan even zagen. Ik kan ook heel goed zagen. Nee, dat is de eerste keer wat jij gedaan hebt, zeg je net. Dat is de eerste keer ik zag. Dat zeg je net. Ik zeg, het is niet de eerste keer. Niet de eerste keer dat ik zag? Nou, de eerste keer. Ze zegt wel. Van die dingen ik al heb gemaakt. Wat zijn het voor dingen dan? Oh, en bedankt. Gezellig. Ik wil niet, als ik dit zaag, dat ik hier een snij. En aangezien ik weet dat jij een beetje een hork bent. Oh my god, dat is lekker. Hoezo zegt ze nou hork? Die stok je helemaal zo en dan ik eruit schiet en dan slaat in je vinger. Ik schiet niet uit. Geloof me, ik schiet niet uit. Maar ik heb dat liever, ik heb mijn vingers sneller als jou. Dat vind ik wel heel lief. Ja. Oh, oké, even serieus. Niels, dit is een vraag aan jou. Ja. Bij jouw eerste date, als jij dit zo zou meemaken, wat zou je doen? Zou je nog die 24 uur blijven? Of zou je zeggen, dikke vingers voor jou, mazzel. Ik had al lang weg geweest. Ik was ook weg geweest. Ik zweer dat je als iemand een discussie gaat starten over de manier van houtzagen. Maar dan zou een discussie starten. Waar gaat dit over? Op je eerste date. Nou, ik zweer het je. Als dit al je eerste date is, dan ziet de rest van je leven ernaar met zo'n mensen. Zoals mijn ouders hun huwelijk. Die laat ik erin. Ik kan niet in de discussie houden. Nee, precies. Waar gaat dit nou eigenlijk ja, over? Peter. Inderdaad. Als je vannacht of zo gaat plassen, zou je dan alsjeblieft de bril weer naar beneden willen doen? Weet dat je erop let. Maar ja, ik moet nog wel even zeiken. Ik noem het gewoon gezeik. Ja, mevrouw, goed zo. Wat doe ik dan? Ik zal wel heel erg opletten. Ik krijg echt een zenuw van jou. Als je controle vindt, je let overal op. Ja. Dat is niet normaal, man. Ja, bleh, inderdaad. Wat gaan we doen als we geïrriteerd zijn? Was er weer! Woehoe, yes! Oh. Ja. Ja. Dit is wel een dingetje dat ik zou denken, ik ga wel boven slapen. Ik ga niet verlengen. Ik ook niet. Hé, verrassend. Ik heb gisteren een briefje geschreven. Kijk nou toch eens. Ik wil gewoon wat dingen eruit halen. Na die discussie van gisteren, dat je me eigenlijk gewoon uitmaakt voor leugenaar. Ja, maar dan ben je ook. Gewoon een zeikwijf. Die woorden heb je niet gebruikt, maar zo kwam het over. Oké, zo kwam het over. Hm? Ja. Je hoeft er niet op terug te komen. Nee. Jawel, want je hebt de vuil secreet. Ja, ja. Beginnen. Oké, okay. Maar zo voel jij het toch, hè? Ja, precies. Goed zo, René. Oké, was dat wat je erop wilde zeggen? Nee, kan ik nu verder gaan? Ja, precies, inderdaad. Ik heb vanaf het allerbegin dat zij hier binnenkwamen. Je bent niet een pittig ding. Nee, je bent een secreet. En vuilen. Dat probeer je dan toch, weet je wel. En dan begint het bij mij nog meer te koken. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit is toch echt wat een druk. René, je hebt engelen geduld, man. Ja, en dat kan ik je zo zeggen. Je weet niks, want je wilt niks van haar weten. Ja, jij van mij ook. Touché. Ja. Hoeveel heb je mij gevraagd? Nou, niks, want je zat alleen maar te zeiken. Net zoveel als jij mij. Oh, dat dacht ik niet. Ja, oké, okay, zeker niet. En wanneer ik ook maar iets over mezelf vertelde. Ja? Mijn zin was nog niet af. Zet de prik eraan. Ja, sla er ook. Wat ik te vertellen had, was totaal niet interessant. Nou, dat wist ik al. Oh, goed zo. Wat wist je al? Dat je niet interessant bent en dat je gewoon een stom wijf bent. Merk je dat jij nu weer precies hetzelfde doet? Ja, merk je niet dat jij een ontzettend zeikwijf bent? Ja, het lukt niet echt. Ja, maar... Arme man, arme René. Oh, deze man, hè? Nee, het is geen kleuter. Nee. Oh. Maar je moet gewoon even luisteren. Nee, je moet even niks. Je moet gewoon weglopen. Weglopen, René. Dat was wat je moet doen. Hoe je wel aangevallen voelt, want je kan totaal niet tegen kritiek. Oké, nou serieus nou. Even serieus nou. Dus, heb je nog een ander slotpleidooi? Ik moet lachen, sorry. Ja. Slotpleidooi. Ja. Luister eens naar wat iemand anders zegt. Oh,
ze kan er echt goed. Laat die eerst uitpraten. Dat vond ik zelf heel grappig. Probeer het binnen te laten komen. Voel je gelijk in de aan. Ja. Dat is een hele goeie. Ja, natuurlijk... inderdaad. Weet je, hier zo. Maak geen reet aan wat ik zeg. Want je bent gewoon alleen maar bezig met... Ben je al klaar, nee, ik zeg maar een klein kind die met een mes en vorig op zijn pannenkoeken zit te wachten. Jij bent die pannenkoeken. Maar nou zal ik het voorbeeld geven hoe het hoort. Dat moet geen probleem zijn. Oké, okay. Ja, dat maakt natuurlijk. Ik heb hetzelfde met jou. Onze karakters botsen gewoon. Dat is dat een feit. Jij laat de regie echt niet los. En dit, en dat, en zus, en zo. Maar als iemand jou tegen iets van zegt, dan gaat hij hem ook gewoon. Hè? Nee, ik doe zo maar. En zo. Jij gaat dat niet toe. Jij wilt dat ook niet. Maar ik heb jou 2 dagen lang... Ja, dat is al 2 dagen te lang, jongens. Ik heb geen gesprek over. Dus dat wil ik niet. Dat maakt me weer uit. Nee. Laat hem praten. Dat is jouw mening. Het gaat erom hoe... We zullen het zien. Kijk, daar gaat ze weer. Jij kan prima uit. Ze wordt boos. Go. Oh, Niels, jij had daar moeten zitten. Ik zit de hele tijd om naar jou te luisteren. Nee, ik moet hier ertussen. Ik word voor jou heel onzeker zenuwachtig. Ja, dat hoef je niet te doen. Zenuwachtig snap ik, dat zeker hoeft niet. Wij gaan gewoon... Ze wil niet eens meer, ze wil niet meer luisteren. Ik ben eerst die overal mee komt, mijn kritiekpuntjes. Ja. Overal. Jij bent een keer conflict. Oh. Het zal je alle spijt hebben hier. Echt. Ik heb overal puntjes op. Leer ervan. Ja, leer ervan. Oh, ik zou er van die trap duwen. En door blijven mekkeren. Oh, knappe, lieve, zorgzame man. Geef je nou vooral op. Nou, ja. Niels? En niet te veel. Oh, wie heeft dit zo samengevoegd? Heerlijk toch, dit? Nee. Laat je hart spreken. Laat mijn hart spreken. Nou, mijn hart is nu zo boos, dat ik denk, mens, alsjeblieft. Sluit me op met jou en laten we een discussie voeren. Ben ik benieuwd wanneer jij dan... En dan gaan we door met de gemikken. En dan denk ik echt bij mezelf, ja, wie is er nou aan het mekkeren? Want zij was aan het mekkeren. Hij mag niks zeggen. Zij heeft alles gezegd. Ik heb je even lekker af kunnen zeiken. Maar oh wee als jij iets zegt. Je zegt, nee, hou je bek. Ik ben nog in gesprek. Nee, je bent klaar. Dus ik wil mijn zegje zeggen. Nee, dan luister ik niet. La 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 la. Oh my god, dit is mijn buurvrouw. Respect voor die man, wat een geduld heeft hij, zeg. Ja, dat klopt ook. Als man voelde ik hoe hard hij zijn best deed om respectvol te blijven. Ik denk niet dat ik zo rustig had kunnen blijven. Gadver, wat een eng lijf. Petje af voor die fan dat hij zo aardig bleef doen. Ja, echt hè? Dat vind ik dus ook. Echt. Er is verschil tussen pittig en gewoon een kreng. Nou, dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Een normaal mens zou nog geen uur met zo'n kreng kunnen doorbrengen. Echt respect voor die man. Ja, dat is inderdaad wel... Nou ja, een normaal man. Een normaal mens. Een normaal mens zou... Nee. Nee. Hier, heb je nog een slotpleidooi. Geweldige vent, vreselijke vrouw. Niet zo raar dat ze alleen is. Nee, inderdaad. Ja, nee. Ren, kerel, ren. Vrouw gaat naar de psychiater. Ik denk dat ze daar al is geweest. Het is een hopeloos geval. Ik vond de specht het leukst. Ik zie hem elke ochtend in mijn bos. Jezus. Oké. Okay.